Zoek naar de daders van een zware mishandeling tijdens het uitgaan. Daar zijn ook duidelijke beelden van, zoals u ziet. Ja, wij nu zijn natuurlijk gewend aan daders met vermommingen. En dat speelt, u ziet het ook een rol in deze zaak, iets anders dan normaal. Hé, dit voorjaar mocht het na 2 jaar corona eindelijk weer. Carnaval. Ja, en mogen we helemaal los! Zaterdag 18 februari is het iets na zevenen bij de grote kerk in Breda stampvol. Ook van buiten Breda zijn mensen op het carnaval afgekomen, zoals een man van 25 uit Utrecht. Hij staat hier met een grijze muts. We vertellen zijn verhaal in de mensenmassa met korte fragmentjes en plaatjes. Naast hem staat een als sjeik vermomde man die zijn nepgouden ketting wil. Die haalt er een als boef vermomde man met petje bij. Er ontstaat gedoe over de ketting. Die wordt losgerukt en breekt. Dat lijkt in eerste instantie allemaal rustig te verlopen. Hier praat de als boef vermomde man nog met het slachtoffer. Maar er gebeurt iets waardoor de vlam in de pan slaat. De sjeik haalt uit. Terwijl het slachtoffer gestrekt gaat, slaat de andere man een vriend. Ze weten te ontkomen in de verwarring. De klap was zo hard dat de neus van het slachtoffer op meerdere plekken gebroken was. Hij had last van concentratieproblemen, hij liep studievertraging op en hij had onder andere last van angst en slapeloosheid. Zo zie je maar wat voor impact zo'n mishandeling op een slachtoffer kan hebben. Help ons daarom mee deze daders te vinden, ook al is het wat langer geleden. Net als het slachtoffer en veel andere bezoekers hoeven ze niet uit Breda zelf te komen. Ondanks de vermommingen, prima in beeld en herkenbaar. Wie weet er iets over één of beide mannen?